Gerookte zalm en avocado. Dat is lekker. Maar jij bent bezig met een proteïnedieet. En de vraag is, mag jij nu gerookte zalm en avocado nemen terwijl je bezig bent met een proteïnedieet? Want eigenlijk is dat wel heel dankbaar en eet je dat wel graag en je lust graag avocado en je lust graag gerookte zalm. Dus je kunt misschien zeggen, oké, als ik dat mag eten, dan kan ik dat elke dag eten. In deze video geef ik u een antwoord op de vraag van mag gerookte zalm en mag avocado elke dag tijdens een proteïnedieet? Ik ben Hans en in deze reeks van video's geef ik regelmatig tips voor al de mensen die dan bezig zijn met een proteïnedieet. Bij ons of ergens anders, dat maakt niet uit. Maar ik denk dat je onze tips wel gaat kunnen waarderen. En wil je graag geen tips meer missen van ons, abonneer u dan op ons kanaal. En dan gaat je zeker geen enkele tip niet meer missen. En in deze video gaat het over avocado en gerookte zalm. En de vraag is, kun jij dat nu doen? Kun jij elke dag avocado eten als je bezig bent met een proteïnedieet? Of kun jij regelmatig gerookte zalm eten als je bezig bent met een proteïnedieet? In theorie is het antwoord ja. Want als we gaan kijken naar de waarden en we gaan rekenen wat we moeten doen als we bezig zijn met een dieet wat gebaseerd is op ketose, dan kun je eigenlijk je permitteren om elke dag een avocado te eten. Maar ik stel vast dat de meeste mensen die regelmatig avocado eten of die regelmatig gerookte zalm eten, dat daarbij het proces vertraagt. Hoogstwaarschijnlijk is de verklaring daarvoor dat zowel avocado als gerookte zalm vrij hoog in vetten zijn en daardoor dus ook wel wat hoger in calorieën zijn. Je gaat ervan niet uit ketose gaan, maar op die manier kan het wel zijn dat je proces een klein beetje wordt vertraagd. Want de vetten die je opneemt, moet je eigenlijk gaan aftrekken van de vetten die je die dag zou verbrand hebben. Dus ik kan u alleen maar adviseren, probeer om niet te veel avocado te eten. Mijn advies is 1 avocado per week, verdeeld in 2 keer 1/2. Probeer een keer aan het begin van de week 1/2 te eten en een paar dagen later nog 1/2. En probeer u misschien te beperken tot maximum 2 keer per week een portie gerookte zalm van 100 à 150 gram. Op die manier zou het dan toch uw ketose niet mogen verstoren. Toch nog even benadrukken dat deze tips speciaal zijn voor de mensen die bezig zijn met een proteïnedieet, met een ketose-dieet, en dat die eigenlijk weinig of niks te maken hebben met een gezonde levensstijl, gezonde voeding. Want in een gezonde levensstijl en gezonde voeding past uiteraard perfect avocado en gerookte zalm en mogen dat zeker meer dan 1 of 2 keer per week eten. Hopelijk heb ik u met deze tip weer een klein beetje geholpen. En als je graag nog meer tips krijgt van ons, abonneer je op ons kanaal, volg ons op social media en we zien u graag in de volgende video. Ciao, ciao!